Weer zijn we in Nederland in de gelegenheid om onze kennis van de Franse cultuur te verrijken. Onder de naam De Mode als Spiegel der Historie is in het Amsterdam Stedelijk Museum een tentoonstelling ingericht van Franse kostuums uit de periode tussen 1750 en 1900. En evenals enige maanden geleden de tentoonstelling van wandtapijten en gobelins, verdient ook deze expositie onze belangstelling. Het is ondoenlijk u alles te laten zien. Volstaan we met enkele markante details die ons de sfeer van het Frankrijk uit de 18e en 19e eeuw voor ogen roepen. Diep in het zuiden.